leuk dat je weer kijkt naar Fem. En zoals jullie misschien weten is deze week thema week op Fem. En het thema van deze week is What's on my puntje. Nou, ik heb gekozen voor What's on my kledingrek. En ik sta hier voor mijn kledingrek. Nou, wie mij op mijn blog gevolgd of mijn eigen YouTube kanaal. Misschien weet dat ik een soort van kledingrek. Of nou, wat is dit? Een soort muurrek. Een soort open kast noem ik het altijd in mijn kamer heb. En dit heb ik gewoon heel cheap zelf gedoet jezelf. Met 4 stangen die ik vond bij de IKEA op de badkamerafdeling. Gewoon heel erg leuk uitzien. En ze waren 9 euro zo per stuk. Super goedkoop, of 7 euro zelfs. En die heb ik gewoon in een middagje klaargemaakt. Als je trouwens zelf weet hoe je dat maakt, link hier beneden onder de video. Daar heb ik gewoon een doetje zelf geschreven. Even zien wat er op mijn kledingrek hangt. Voordat jullie gaan vragen van, tja, maar je komt er niet allemaal stof op die kleren. Nou, ik zal even die vraag beantwoorden, want ik krijg er zoveel vragen over. Vroeger hing ik hier echt heel veel kleren. Echt een deel van mijn kledingkast hing ik hierop. Omdat ik het leuk vond en makkelijk. En wat er toen gebeurde, is dat er toch heel veel stof op kwam. Dat geef ik eerlijk toe. Vooral de kleren die boven hingen hier. Vooral de zwarte items ook. Daar kwam echt wel veel stof op. En op een moment had ik zoiets van, dit heeft niet zoveel nut. Dus ik heb er witte kleren opgehangen nu. Dat doe ik om 2 redenen. De eerste reden is dus omdat er bij wit is dat ik het stof niet echt ziet. En nou ja, als ik het aandoe, ga ik nog even met een roller eroverheen. Is binnen een minuutje gedaan. Minder een minuutje. Oké? En 2, wie mijn blog ook volgt of mijn YouTube kanaal, weet dat mijn kamer echt super wit is. Ik heb echt heel veel witte items, omdat ik het heel erg mooi ruimtelijk vind staan. Ik vind het interieur super leuk. En ja, ik vind wit gewoon het allermooiste voor een kamer. Ik leeg heb ik expres gedaan, omdat ik het heel erg mooi ruimtelijk vind staan. En er zijn heel veel witte, zoals je ziet, heel veel witte kleren, heel veel lichte kleurtjes. Dus dat is eigenlijk zeg maar een beetje de allerbelangrijke info over de kledingkast die jullie zien. Laten we beginnen wat er allemaal in hangt. Dit is een kleine overview. Ik heb dus 2 rekken boven en 2 rekken onder. En hier hang ik dus gewoon wat items die ik op het moment heel erg leuk vind. En dus ook een beetje lichte kleuren hebben om het toch bij mijn kamer te laten passen. De rek die vond ik eigenlijk op de badkamerafdeling bij de IKEA. En zijn gewoon eigenlijk met een schroefje daar, zie je, gewoon vastgezet. Ze kunnen echt best wel wat dragen. Vroeger ging het echt helemaal vol. Nou, nu heb ik er dus echt maar heel weinig items hangen. Dit spijkerjekje van de Zara. Heel licht kleurtje. Vind ik persoonlijk heel erg pretty. Die heb ik volgens mij vorig jaar gekocht. Daarnaast is een witte blouse met een kraagje eraan. Met wat dingetjes erop. Ja, een soort van buttons erop van Boohoo. En aan de achterkant heeft hij ook een heel erg mooi detail. Moet je kijken. Heel mooi. Hij is trouwens van Chiffon. Daarnaast heb ik een topje. Heel schattig topje is het. Deze is van Lovies. De webshop, die kennen jullie misschien wel. En aan de onderkant was hij net iets wijder. Heel mooi. Echt een soort, ja, wat voor kleurtje is dit? Een beetje beige-achtig. Naast heb ik weer een item van Boohoo. I love Boohoo. En dit is een kanten jurkje. Aan de onderkant een heel schattig jurkje is het. Vooral mooi met een riempje. Hij is net iets te groot voor mij. Want even kijken. Ja, dit is maat 38. Ik heb maat 36, dus net iets te groot voor mij. Maar als ik een riempje eromheen doe, dan pas ik hem wel. En dan is hij iets mooier getailleerd. Dat is het eerste rek. Dan komen we nu bij het tweede rek. En op het tweede rek heb ik als allereerst een simpele tanktop met een ananas erop. Ja, die ananassen zie je overal. Wacht, moet je kijken. Ik heb zelfs licht hiernaast. Hoe leuk is dit? Super schattig, toch? Ze zijn van Flossie trouwens, voor de mensen die dat graag wilden weten. Oké, dat is dus die met de pijnappel. Vind ik super leuk, heel simpel. Daarnaast heb ik deze van Gina Tricot. Die heb ik echt al een tijdje geleden gekocht in Berlijn. En ik denk dat dit echt een van mijn favoriete items ooit is. Het is echt een kleurtje die ik heel weinig in mijn kledingkast heb. Maar hij combineert echt met zoveel. Ik had dat nooit gedacht. Dat hij met zoveel items zou combineren. Daarnaast een simpel topje van Pieces met horizontale strepen. Aan de onderkant valt deze ook iets losser, net als dat Lovies topje. Daarnaast een lege kledinghanger.
Die heb ik hier wel vaker hangen. Boven hangt er ook nog één. Twee zelfs daar. Daarnaast hangt deze top van de Pooh & Bear waar selfie op staat. En dan de betekenis van selfie. A photograph that one has taken of oneself. Vind ik ook heel erg leuk. Ook van een super lekker stofje. En ook echt zo'n topje die lekker simpel is en met super veel te combineren. Dat was het onderste rek, de tweede. Dan gaan we naar boven. Dit is het rek waar eigenlijk de minste dingen hangen. Dat zijn er maar drie. Deze komt ook van Boohoo. Ik vind hem zelf echt super leuk. En hij is zeg maar cropped. Dus hij komt niet zeg maar tot mijn heup, maar hij komt een beetje net tot boven mijn navel uit. De achterkant heeft een beetje destroyed details. Mooi. Love it. Mooie betekenis vind ik trouwens. Deze komt van Bio Brigitte. Heb ik trouwens gezegd dat het ananas t-shirt er ook vandaan komt. Daarnaast hangt weer zo'n top met een simpele tekst erop. Ice cream, ice cream. Wow, als je het normaal uitspreekt klinkt dat echt heel erg raar. Deze hebben jullie misschien ook wel bij meerdere bloggers gezien. Deze is van Lofies. Vind ik ook heel erg leuk. Lekker simpel. Daarnaast mijn favoriete crop top. Die is van River Island. En die is off-shoulder. Dus dat betekent dat hij... de schouders zijn zeg maar bloot. Super mooi zomers. Daarnaast hebben we deze van Forever 21. Een witte top met een heel schattig Aztec printje. Je ziet het misschien moeilijk op de camera, maar ja, het zit er zeg maar echt in gemaakt, genaaid. Heel mooi, heel subtiel. Daarnaast hebben we dit item van Joondie. En draagt dan gewoon over een topje heen. Heel erg mooi kant. Ik vind het kant echt super mooi. Aan de onderkant ook heel mooi. En daarnaast nog een item van Lofies. Pineapples. Ik vind het super leuk. De ananasjes, pineapples zijn goud. Schattig hè? Dat is eigenlijk mijn bovenste rek. Oh, ik had niet even goed. Ja, ik heb ook echt de tik om er echt zo ruimte tussen te houden. Dat vind ik mooi staan. Dan krijg ik ook heel vaak de vraag waar ik mijn normale kleren laat. Antwoord op die vraag, die ligt hier onder mijn bed in die la. Daar rol ik alles zeg maar op en daar ligt alles in. En dat is dan zo opgerold zodat dit dan minder plek in beslag neemt. En dit was dus mijn What's on my kledingrek video. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als je nog vragen hebt over mijn kledingrek, laat het gewoon even beneden achter in de comments. Ik ben er zelf in ieder geval super tevreden mee. Natuurlijk, het heeft soms wel een beetje... Ik moet wel rekening houden met dingen zoals zwart. Kan ik beter niets inleggen en stof en zo. Maar dat wit is voor mij echt de perfecte oplossing. En het was mooi bij mijn kamer. Vergeet geen duimpje omhoog te doen en te abonneren. En dan zie ik je volgende week weer. Laat het even kijken. Doei! Kijk ik mij de films en ik heb er dan ook al een heleboel gezien. We kennen natuurlijk allemaal de classics als Pretty